deze koeien voor mij zijn zo bijzonder, omdat ze blijven allemaal lopen. Ze hebben allemaal de grens van 100.000 liter melk overschreden. En daarbij ook sommige al 10.000 kilogram vette eiwit. Alle koeien zijn al meer dan 10 jaar oud. Enkelen zijn zelfs excellent ingeschreven. Dus dan hebben ze in hun leven al behoorlijk wat bereikt, als ik het zo kan zeggen. Voor mij heb ik hier toch tussen deze koppel heb ik twee koeien wat toch wel echt mijn favoriete koeien zijn. We hebben één rooi in dit gezelschap. Dat is een Tequila-dochter. Die koe die beschikt over de beste benen van deze 16. Ze is ook ingeschreven met 91 punten en daarmee 95 punten voor de benen. Super soepele koe. Koe wordt enorm veel melk geeft met goede gehaltes en dat zonder problemen. Dat is voor mij toch wel het stereotype 100.000 liter koe. Die koeien moeten niet te groot zijn, maar wel heel goed in balans. Mooie brede voorhand, diepe passende middenhand en een best kruis. En zoals altijd elke koe eigenlijk moet hebben, een hele beste benen. Ja, waarom oude koeien voor ons zo belangrijk zijn? Ja, allereerst voor de melkproductie. Het is altijd zo, wanneer je oude koeien hebt, die geven altijd meer dan jonge dieren. Maar ook op het werkplezier. En ook gewoon, het is publiekelijk gezien is het altijd mooi als koeien oud worden. Maar ik vind het zelf ook hartstikke mooi. Ik vind het met plezier sta ik in de melkstal. Als ik daar een aantal van deze koeien om me heen zie staan, dan begin je gewoon te glunderen. Dat is, dat is gewoon een teken van dat die koeien het goed hebben en dat ze het goed, daarom goed hebben volgehouden. Het is gewoon een plaatje om naar te kijken en die melk je ook elke dag met heel veel plezier. We kijken eerst naar de dieren zelf. Kan deze koe of deze vaas in potentie oud worden? Dus dan moet ze sowieso beschikken over goede benen en best uien en al goed produceren. Maar daarnaast maken we ook gebruik van het Fokken op Maat programma. Daarmee heb je al een uitslag hoe ze vererft of scoort op melkproductie en met name op uiengezondheid. Dat zijn de twee punten waar we bij het Fokken op Maat vooral naar kijken. En daaruit maken wij onze selectie. En als ze dan eenmaal op het bedrijf blijven, dan doen we er ook alles aan om die koe zo oud mogelijk te laten worden. En daar doe je echt wel eens een keer wat meer aan. En vooral als ze ouder worden, rondom het kalven enorm veel aandacht aan schenken. Dat die koe maar niks overkomt en niet verongelukt. Fokkerij zie ik echt wel een verschil maken in de levensduur. Genetica is ook zeker belangrijk voor zo'n hoge levensproductie. Met fokkerij kun je daar heel veel mee bereiken. Wanneer je de goede aanparingen maakt met stieren wat ook goed scoren op levensduur. Geen problemen hebben met bijvoorbeeld klauwgezondheid. Maar ook goede productie vererven. En enorm veel een goede balans in het dier. Maar ook enorm goede benen. Daarmee kun je wel zeker wat doen in de fokkerij.